prachtig weer. Bloedje heet op deze zaterdagochtend. Radboud Zinneker, we zijn in Parketel. Even kort terughalen, wat is Parketel? Parketel, dat is een project wat we met de vrienden van Parketel willen verbeteren. Qua kwaliteit, maar ook qua functionaliteit. En een van de dingen die we daaruit voortrekken is dit gebiedje. Dat was al 6 jaar zeg maar, echt teruggegeven naar de natuur. Dat was een grote rommel. Dat hebben we nu samen met de gemeente een nieuw ontwerp gemaakt. Dat heet de Poldertuin. En dat gaan we ook inrichten als een poldertuin, als onderdeel van het Parketel. Even terughalen, jullie zijn ermee begonnen. Wat is er allemaal gebeurd in dit gebied? Nou, we hebben sowieso alle knotwilligen geknot. Dat waren toch ruim 100 knotwilligen. Nou, dat was echt achterstallig onderhoud. Dat hebben we zaterdag na zaterdag hebben we een mannetje of 10 hebben we dan geknot en afgevoerd. We hebben ook het persbosje erg mooi opgeruimd. En we zijn heel intensief bezig om de poldertuin op orde te krijgen. Je spreekt steeds over we. Wie zijn we? Nou, dat is de gemeente. Met name de stadsontwerper. Maar ook de beheerder van de gemeente. Irado. We hebben een eigen adviseur. Jeroen Hoijmeijer. Echt een fantastische gozer met heel veel verstand van biodiversiteit, et cetera. En natuurlijk de vrienden van het Parketel. En dan de inrichting, want de mensen zullen denken, nou leuk, ze zetten er een bankje neer en je kan er even lekker zitten. Veel meer dan dat gaat het wel worden, toch? Ja, we hebben het zodanig ingericht dat er meerdere plekken zijn qua groei. Extensief, intensief, 2 poelen. We gaan ook een kruidentuin aanleggen en allerlei heestersvakken. Dus het wordt een heel afwisselend terrein, terwijl het wel het karakter heeft van, nou ja, dat het wel bij het Parketel wordt. Het wordt geen plantsoen zoals de plantage of zoiets dergelijks. Zo gaat het niet worden. Even over die 2 vijvertjes, die 2 poelen zoals jij zegt. 1 van die 2 is bedoeld voor iets heel leuks. Ja, we hebben ze beide een diepte gegeven. Maar 1 is zo diep dat daar ook kikkers kunnen overwinteren. Want die hebben een diepte nodig van minimaal 1 meter, 1 meter 20. Dan hopen we wel weer dat er weer een echte winter komt. Maar je weet het nooit met die klimaatomstandigheden. Maar we hebben in ieder geval rekening gehouden dat kikkers hier prima kunnen overleven. Nou, mensen die langs fietsen, die zullen denken, het ziet er schitterend uit. Er gebeurt iedere keer wat. Maar wanneer is het klaar? Ja, nou, we zijn nu bezig om de paden met graszaad in te doen. Nou, niet echt graszaad, maar kruidenmengsel. Want dat gras groeit hier vanzelf. Maar juist die kruiden geven een enorme variëteit voor de insecten. En dat maakt het echt heel bijzonder dat je hier echt een kruidenrijke voetpaden gaat krijgen. Onlangs was er een mevrouw die heeft een trafo-huisje beschilderd met als titel Parketel. Is dat een eer of is dat geen eer? Nou, dat is fantastisch dat zomaar van onderaf aan gebeurt. Dus hartstikke leuk. Daar gaan we ook aandacht aan schenken, zeker bij de opening. We zullen contact met haar opnemen. Maar ik wil nog iets anders melden. Sommige mensen weten dat in Schiedam. Het Parketel is echt ontworpen. Dat is niet oorspronkelijk, dat is ontworpen. En dat is ontworpen door meneer Ketel zonder H. En ik vind dat deze man echt een soort monumentje zou mogen krijgen in zijn park. Hij is intussen overleden. Maar wij gaan met zijn vrouw contact opnemen of ze het leuk vinden als we toch iets bijzonders nalaten voor wat meneer Ketel ons heeft nagelaten. Voorjaar 25, zomer 25, dan kunnen we hier genieten. Dan is het zeker toegankelijk. Dan zijn de paden vergrast. Natuurlijk moet de natuur nog zijn kans krijgen om verder te groeien. Maar we zullen dan ook bomen hebben geplant. Er komen 6 bomen in het terrein. En er komen allerlei struiken. Nou, we hebben met het Fonds Schiedam-Vlaardingen een aanvraag gedaan voor de subsidie. We hopen dat ze daarin in mee participeren. Ik verwacht het wel. Want het wordt niet alleen voor volwassenen, maar het wordt ook met name een educatietuin voor kinderen richting NME en richting kindertuinen.